hoofd ook in beeld, dat is ook wel handig. Ik ben helemaal in de nieuwigheden deze week. Ik heb een nieuw t-shirt. Heel leuk. Bij Arie weg. Daar hou ik zo van. Kost geen drol. En als je goed op de maten let en zo, dan past het er ook. Superleuk. En ik had deze nieuw. Kijk. Een tas. Projecttas. Ga ik hem voor gebruiken. Ook bij Arie weg. Zo leuk, zo leuk, zo leuk. Maar daar wou ik het niet over hebben. Nee, maar ik denk ik vertel het eerst, want ja, jullie zien dat en dan is het van, waar heb je die weg? Nou, Arie, ga maar zoeken. Geen link, want ik weet niet of dat die daar nog staat en ja, zo gaat dat met Arie, maar van die leuke t-shirts hebben ze dus bij Arie. Nou, en verder, ik heb thee. Ik heb namelijk ook weer een nieuw apparaat, jawel, en hij is nog niet stuk, de Dolce Gusto. Echt ideaal als je zomaar een bakkie wil of je hebt eens een keer zin in een bakkie met een smaakje. Aanrader, echt. Ik heb hem gewoon gekocht, hè. Dit is niet, ik word gesponsord en wat dan ook, gekocht. Maar je kunt er dus ook thee mee maken en dat vertelde Sien mij van Meepassien, weet je wel, Sien, mijn vriendin. En Sharon vertelde dat, mijn beheerster. En toen dacht ik, ja, ik ga nu toch bestellen. Ik bestel zo'n pakje thee bij, gewoon om te proberen. En ik vind mijn partij lekker. Ik heb vanmorgen al heel veel koffie op. Dus ik dacht, nou, ik wil tijdens het praten toch wat drinken. Een pakje thee, heerlijk. Maar waar wil ik het dan wel over gaan hebben? Nou, moet je luisteren. Jullie weten, Eva Kramer van JaniceEve.be, die webshop, weet je wel. Dat is echt ondertussen een super goede vriendin van mij geworden. Echt, ik hou van haar. Net als dat ik van Siem hou en dat ik van Mike hou. Ik hou van Eva. Maar goed, ze heeft dus een webshop. Ja, Krakel, gezellig hè. En ja, ik was van plan om boven te gaan filmen. Maar het stormt op het moment en op zolder hoor je dat zo goed dat ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon gezellig hier beneden zitten. Veel leuker. Maar waar had ik het over? Oh ja, Eva, webshop. Die is ze dus helemaal aan het vernieuwen. Er komt een hele nieuwe webshop, maar daar is ze druk mee bezig, samen met haar echtgenoot. Dat duurt nog even, maar tot die tijd is ze al wel bezig met nieuwe producten toevoegen aan haar website. Ze heeft lamigaren, ze heeft dat Stanleygaren uit Bulgarije, die cakes, weet je wel. Ze heeft scheepjesgaren, ze heeft durebogaren. En ze begint nu ook met allerlei accessoires. Er staan er al heel veel in haar webshop. Ringen, haaknaalden, weet ik veel wat. Echt van alles wat. Maar Eva gaat nu iets heel bijzonders toevoegen. Echt, ik ben helemaal verliefd. Echt helemaal verliefd. En ja, op het moment dat dit filmpje uitkomt, staat het in haar webshop. Maar nu nog niet. Maar ik mocht een pre-order doen. Dat betekent dat Eva mij heeft laten zien wat er allemaal leverbaar is. En daar heb ik uit gekozen wat ik gekocht heb bij haar. Gewoon omdat ik het zo mooi vind. En dat wil ik dus laten zien. Gewoon omdat het dus in de shop van Eva, JaniceEve.be, daar staat het op het moment dat jij dit kijkt. En ja, ik wil jullie daar kennis mee laten maken. Het is niet goedkoop. Dat zeg ik er als eerste bij. Het is niet goedkoop. Ze hebben het in een prijs klasse van €200 tot €20 of zo, €10. Daartussen zitten allerlei producten. Nou, wat is het? Het zijn opbergproducten voor je breinaalden, voor je haaknaalden, van alles. Van MUUD. M-U-U-D. Het is een super deluxe merk uit Denemarken. En ja, het is een natuurlijk leer. Het wordt handgemaakt en het is om te zoenen. Echt om te zoenen. En ik had een tijdje geleden al gezegd van ik ga sparen voor die tas.
Nou, dat is gelukt. Dus die heb ik. Die ga ik straks laten zien. Maar ik heb dus in die pre-order nog meer kunnen bestellen. En dat ga ik allemaal aan jullie laten zien. Kijk. Het heeft ieder artikel... Wacht even, moet ik even de camera iets omhoog zetten. Want anders dan zie je mij weer zo raar half onthoofd en zo. Kijk, zo is beter, hè? Ja. Ieder artikel heeft een naam. Net als bij de scheepjesgaren, de colorcrafter, dat je dus een naam hebt voor een kleur, heeft dit artikel per artikel, dit merk, Muut, heeft per artikel ook een naam. En voor zover ik begrijp, zijn het namen van steden en streken en noem maar op. Zegt me allemaal niks, het is allemaal het hoge noorden, maar het staat wel op het labeltje bij het artikel. Laat ik beginnen met wat ik al had. Ik had dit. Nou, dit is een hoesje voor om je schaar. Want een schaar heeft een scherpe punt, hè? Zo, scherpe punt. Nou, daar kun je dus voor een paar centen zo'n hoesje omheen kopen. Ik weet de naam niet meer. Kaartje, het labeltje ervan heb ik stom genoeg weggegooid. Ja, je kent me. Maar die had ik al. Nou, super handig, want die schaar, die stop je erin. Zo, die erdoor en met een drukkertje sluit je hem. Zo. En dan kun je hem gewoon in een tas stoppen, projecttas, maakt niet uit. Er gebeurt niks mee, er zit een scherpe punt aan en die zit keurig netjes hier in het hoesje. Dit is uit de betaalbare klasse, zeg maar, de goedkope. Als jij een keer een cadeautje wil, dit is echt heel betaalbaar. En ik had deze. Een mooi etuietje. Ook heel betaalbaar. Kijk. Kun je steekmarkeertjes in doen. Of nee, echt, noem maar wat, weet je wel. Een rolmaatje, centimeter. Kan er allemaal in. Deze. Van Muut. Een etuietje. Echt. Je moet kijken bij even op de site. Want ook hier heb ik het labeltje niet meer van. Dom, hè? Ja, echt heel dom. Maar... Kijk, ik kan zo wel heel goed laten zien hoe soepel dat leer is. Zie je dat? En aan de binnenkant. Zo. Zie je? Echt, echt heel mooi. En het ruikt ook echt, echt naar leer. Dit is trouwens allemaal de kleur whisky. Ze hebben whisky en zwart. Ja, ik vind zelf bij leer whiskykleur het allermooist. Dus, die had ik ook. En ik had nog iets. Deze. Die had ik ook al. Jullie zien lekker de achterkant. Ta-da-da-da-da. Kijk. Ook van Muut. Overal staat dat op, hè? Muut. Het staat er overal op. En hier heb ik dus mijn breipunten in zitten. Zie je dat? En kun je zo wat zien? Nee, iets hoger houden. Hier. Kijk, hier zit een ritssluiting. Weg. Die had ik hierin gestopt. Zo. Een ritssluiting. En hier kun je bijvoorbeeld een patroon instoppen als je weggaat. Patroon erbij. En dan heb je hier bovenin ook nog allemaal vakjes. Kijk, ik had hier een klein kabeltje aan laten zitten en die had ik zo in dat vakje hier gestopt. Maar je kunt ook je kabel zo erin stoppen. Nou, je vouwt hem dubbel. Je rolt hem op. En aan de achterkant zitten twee drukknopjes voor als hij heel vol zit. En niet heel vol zit. Als hij niet heel vol zit, gebruik je het achterste drukkertje. En zit hij wat voller, gebruik je het voorste drukkertje. En je kunt zo alles meenemen zonder het kwijt te raken. Super, super mooi, echt. En hierdoor was ik dus zo ontzettend verliefd geworden op Muut. Echt, ja, ik kan niet helpen. En toen kwam gisteren de post, want Eva had alles binnen. En dat heeft ze doorgestuurd. En ja. Toen ging ik helemaal uit mijn dak. Want ik heb deze. Die heb ik nieuw bij de besteld. Dat is een koker. En overal, hier zit het dus nog bij, hè, dat heb ik expres bewaard om te laten zien. Overal zit dit bij. Een labeltje met, wat staat erop? Genuine leather.
echt leer. Kun je het lezen? Daar, echt leer. En hier zit een stoflabeltje bij met het merk erop, Mut. En style name Uppsala. Deze koker heet dus Uppsala. Zo, deksel. Ook weer Mut erop. Een deksel. En wat doe je nou? Hier bewaar je dus haaknaalden in. In die koker. En hierop, op dit zwarte, grote zwarte label, daar staat dus precies op wat het is en hoe je het moet behandelen. En ja, zie je wel, style name Uppsala. Kleur whisky. Kijk, daar staat het. Ik hoop dat je het kunt lezen. Nou, en anders neem het van me aan. Maar zo'n luxe label zit er dus overal bij. En hier ga ik haaknaalden in bewaren. Ik zal er eens een paar pakken. Wacht even hoor. Ik heb hier een handje haaknaalden. Zo. Okay. Perfect. Maar je kunt er ook kousennaalden in bewaren. Waarom niet? Dat is groot genoeg ervoor. Heb ik die hier ook beneden liggen? Kousennaalden? Nee, die heb ik boven natuurlijk. Ja. Ja, die heb ik boven. Dat is nou jammer. Hoe lang is die? Ik pak er een centimeter bij. Een centimeter. Koker. Centimeter. En hij is 22 centimeter. Dus korte breinaaltjes, die kunnen erin. 22 centimeter. De Uppsala. Waar is mijn labeltje? Hier is mijn labeltje. Kijk, zo raak ik het dus kwijt. Hè? Maar ik ga het wel allemaal bewaren. Dus de Uppsala. En dan neem ik even een slokje, want... Ik voel al dat ik weer helemaal, wauw, zo gaaf, zo mooi. En dan heb ik ook nog een grote koker. Kijk. Die is voor breinaalden. En die is precies hetzelfde. Kijk, mooi zwart gevoerd van binnen. En deze, ze kijk ik op het labeltje, dat is heel handig. De Uppsala XL. Ha, ja, XL, Uppsala. En hoe groot is die dan? Oh, kijk, die is 39 centimeter. Ja, als je de deksel erop doet, 40 en zo. Hè? En je hoeft, als je hele lange naalden hebt, dan kun je hem ook zo erop zetten in plaats van helemaal zo. Dan laat je hem zo, dat kan echt allemaal. Heb ik hier een breinaald? Ja, ik heb hier een breinaald. Oh, er zit nog een stukje papier in. Oh, kijk, ja. Nou, kijk, de breinaald. Kijk, er zit nog een stukje vulpapier in. Kun je het zien? Ja, hè? Maar die breinaald, die verdwijnt er dus helemaal in, hè? Hartstikke mooi. Moet ik alleen nog dat onderste stukje papier eruit zien te krijgen. Maar dat komt wel. Dus, de Uppsala. Voor breinaalden. En dan begint het al wat prijziger te worden, hè? Dat snap je. Dit is ook nog goed betaalbaar, vind ik. Kijk, voor een breinaaldenkoker bij de Action betaal je 2 euro of zo gevuld met breinaalden. Dat is dit dus niet. Maar dat snap je. Dit is echt een luxe. Echt een luxe. Maar ruikt er zo mooi. Zet ik hier erbij. Zo. Niet vallen, hè? Niet vallen. Want ik ben er nog niet. Ik heb nog meer. Maar mijn haaknaalden en mijn breinaalden en mijn breipuntjes, die hebben nu dus allemaal een mooi etui, een koker, noem maar op. En wat heb ik hier dan nog meer? Kijk, dit is plat. Van Mut, met een ritssluiting en een label. Nou, hoe heet deze? Trondheim. Kleur whisky. Size, one size. Dit is de Trondheim. En rits. Zo. Zo. En dan heb je dit. Kijk, hier kunnen breipuntjes, haaknaalden. Ik vind het ideaal voor van die rechte haaknaalden. Die kunnen er mooi in. En aan deze kant heb je hier een zak. En... twee van die kleinere zakjes. Zo. Kijk hoor, wacht even. Ik doe het nu van achter. Hè.
Kijk hier, zo. Ik zie nu wat ik doe. Dus hier, twee van die zakjes. Ik vind het echt. Hier ook nog. Zo, en dan hier al die plekjes voor je naalden. Of je nou breipuntjes neemt of je hebt van die rechte haaknaalden. Kan allemaal. Super gaaf. Super, super, super gaaf. En ook weer van dat mooie. Oh, ik ga er zo blij van worden. Kom van. Zo. Ik ben helemaal zenuwachtig van, zie je dat? Met ook weer dat labeltje eraan en zo. Dat gewoon voor echtheid. En MUT staat op alle artikelen, staat MUT bij hun. Dan weet je zeker van MUT en Living. MUT. En dan heb ik hier nog groter. Zie je dat? Ook weer met een rits. Kijk dan. Je moet dan zo, hè? Zo. Hier heb je allemaal vakjes voor breipunten, korte breinaalden, haaknaalden. Kijk maar wat je erin stopt. En aan deze kant heb je hier een doorgang. Wat is dit? Een doorgang. Oké, een doorgang. Oké. Kiekeboe. Ja, oké, een doorgang. Maar hier ook weer twee van die zakjes. Zo. En hier ook weer twee van die zakjes. Super gaaf. Echt, echt heel mooi. Ben ik ook heel blij mee. En hoe heet deze dan? Want hier heb ik ook het label van. Wacht even. Kijk, sticht. Dit is de Göteborg. Volgens mij is dat Zweden, Göteborg of Noorwegen. Mijn topografie. In Denemarken. Dit was toch Deens? Nou ja, even hoor. Staat het hier niet op? Waar het vandaan komt? Nee. Nee. Het staat niet op waar het dan echt vandaan komt. MUT. Maar goed, dat zal Eva wel in de beschrijving erbij zitten en zo, weet je wel. Dit was de Göteborg. Het past niet eens meer hier op tafel. Ik ben er nog niet. Want nu heb ik dus van alles om mijn naalden en schaar en weet ik het wat allemaal in op te bergen. Maar wat doe je nou als je een project hebt? Dan heb je dit. Dit heet Shadow. Een mooie naam, Shadow. En als je hem dan openmaakt, dit is stevig, hè? Er zit, weet ik veel wat voor spul ze ervoor gebruikt hebben. Maar het is heel stevig. Maak hem open. Hier zou een handvat dat je hem kunt dragen. En dan heb je dit. Hier zet je dus je bolletjes in. En hier kunnen je naalden in. Een schaartje hier erachter zo. Dit kan echt, dit is super handig om dus mee te nemen. Als je weg moet, dan kun je hier bolletjes in stoppen, je projectje erop. Kijk, je moet er geen deken in stoppen, want dat past niet. Hè? Dat snap je zelf ook wel. Maar als je onderweg gaat, dan neem je ook geen deken mee om te breien of te haken. Lijkt mij. Als je in de trein zit, klein projecttasje, perfect. Echt perfect. Ook weer die mooie voering en ja, ik blijf over die geur, de geur van echt leer, wow. De Shadow, kleur whisky. Zo. Mooi. Ja, Krakel wordt er ook weer blij van, echt. Maar ja, dan heb je dus dit alles. En dan, waar ik voor aan het sparen was. Is dit mooi of is dit mooi? Hoe heet die tas nou? Dit is mooi, ja. Die tas heet de Lofoten XL kleur whisky. Kijk, dit is een
hele grote, vind ik, als je zo mijn handen ziet en zo, weet je wel, hele grote tas. Heel soepel leer. Er zitten twee handvaten aan om hem zo te dragen. En er zit een verstelbare schouderband aan. Dat je hem over je schouder, crossbody, kunt dragen. En dan heb je hier aan de achterkant, buiten, heb je een rits. Met een zak. Want als je gaat reizen, neem aan dat dat ooit weer kan. Dan kun je hier bijvoorbeeld je OV-kaart, je telefoon, je portemonnee. Prachtig, makkelijk aan de buitenkant. Ik, mijn check, omdat ik dan buiten het perron moet roken, weet je wel. Makkelijk aan de buitenkant. En dan hier de binnenkant. Heel mooi gevoerd. Met ook weer een ritsluiting. En een zakje. En verder is het gewoon een super gave mooie tas. En ja, dit is de upper range. Dit is de elite klasse. Ik voel me echt zo bevoorrecht dat ik deze heb kunnen sparen. Dat is gelukt. Ik ben er zo blij mee. Kijk, en dan zitten er nog twee van die leren trekkoorden aan. Zo. En zo. En dan kun je hem gewoon meenemen onderweg. En wat doe je er dan in? Nou, wat ik net allemaal heb laten zien. Ik maak het weer open. Zo. Wat ik net allemaal heb laten zien. Dit koffertje. Hoe heette die nou? Van toe. Shadow. Ik moet die namen nog leren hoor. De Shadow. Van Muut. Die past er makkelijk in. Kun je zo meenemen. Ideaal. En dan dit grote etui. Die hele grote, weet je wel. De Göteborg. Ga weg. Deze, de Göteborg. Kun je die gewoon meenemen. Past er makkelijk in. En dan hadden we deze nog. Dit was de Trondheim. Ik nog deze. Past er makkelijk in. De bij ook nog, hè? Dat bedoel ik. Past er makkelijk bij. En dan heb ik hier dat etui. Ik weet echt niet meer de namen van, maar met die breipuntjes erin, weet je wel, die je open kon houden en zo oprollen. Hier. Doen we erbij. Dat kleine mooie etuietje voor steekmarkeerdertjes, weet ik veel. Kan erbij. Dat schaartje kan ik nu zo gewoon, hopla, in mijn tas gooien. Niks, geen last van. Die grote breinaaldenkoker. Past erin. Haaknaaldenkoker. Past erin. En ja, Eva, ik heb nog ruimte over. Zie je dat? Er kan nog veel meer bij. Ja, ik weet het, jouw assortiment, het wordt uitgebreid. En ik weet ook, dat heb je me verteld, dat op het moment dat jij voor mij ging bestellen, niet alles leverbaar was. Dus dat komt ook nog. En volgens mij ga je het zo in je webshop zetten. Staat het zo in je webshop. Dat wat leverbaar is, wat jij dus al in huis hebt, dat wordt dus gelijk door jou verzonden. En echt keurig ingepakt. Echt als een cadeau. Echt met zoveel zorg en liefde. En ja, dat mag dan ook wel. Hè? En dat doet Eva dan ook echt. En alles wat jij dus nog niet op voorraad hebt, of niet meer op voorraad hebt, daar zit dan wel een levertijd op. Van 1 à 2 weken, geloof ik. Want dan kan Eva dat apart bestellen. En dan komt het dus binnen. En dan kan ze het pas naar jou sturen. Dus afhankelijk van hoe snel de leverancier haar bestelde producten kan leveren, komt het naar jou toe. Maar dat staat dus in de webshop erbij vermeld. Van dit heeft een levertijd en noem maar op. Muut. Echt.
Ik weet wat Eva allemaal nog meer in de planning heeft. Naast de MUT. Dat wordt echt weer... Echt heel erg leuk. Maar dat komt dan in een volgend filmpje. Hè. Ik vond echt, dit is zo bijzonder en zo speciaal. En ik ben er zo trots op dat Eva zo gegroeid is met haar webshop. Dat dit dus gewoon toegevoegd kan worden. Echt, want dit is echt een voorrecht als je dit mag verkopen in je shop. Echt waar, ze is erop gekeurd. En weet ik, dat is echt allemaal perfect gedaan. Dus, ik ben super blij. Ik ga deze heel goed behandelen. En ik laat hem niet hier in de kamer slingeren. Dat de katten eraan kunnen gaan krabben of wat dan ook. Ik ben super gelukkig. En ik hoop echt dat je gaat kijken bij Eva. Al is het alleen maar om lekker te kwijlen. En misschien heb je gespaard. Misschien heb je verjaardagsgeld. Misschien heb je nog die kortingsbon. Als je eerder bij Eva besteld hebt, dan heb je dus een kortingsbon. Hè? Met een kortingscode. Hè? Dat je korting krijgt. Wat dacht je ervan om dat hier dan voor te gebruiken? Kan. Mag van Eva. Dat mag. Dus ja... Die tas, echt, dat is echt super deluxe verwennerij. Daar heb ik voor gespaard en noem maar op. En ja, daar ben ik ongelooflijk blij mee. Ik denk dat ik die labeltjes er wel af ga halen. Want ja, misschien een leuke tashanger eraan maken. Iets exclusiefs. In plaats, ja, dit is ook exclusief, weet je wel. Maar dat heeft iedereen. Iedereen die zo'n MUT product koopt, daar zit dit aan. Misschien dat ik er nog iets heel moois voor ga maken. Maar voorlopig ben ik heel erg blij. Ja. En dat wou ik eigenlijk met jullie in dit filmpje delen. De MUT. Ik ben zo trots op Eva. Echt. Oh. Mijn haar ziet er niet uit, hè. Sowieso omdat ik iedere keer dit doe. Van, oh, wauw. Maar eind van de maand ga ik ook weer naar de kapper. Ik heb weer een afspraak. Ik wens jullie heel veel snoepplezier bij Eva. Kijk vooral rond ook bij de andere producten die ze heeft. Het is echt, ja. Lieve Eva, ik gun het je zo ongelooflijk. Je bent zo lief. En iedere bestelling bij jou is een cadeautje. Jij maakt er een cadeautje van. En of je nou veel bestelt of weinig bestelt... of je nou duur bestelt of goedkoop bestelt bij Eva... het maakt niet uit. Ze maakt overal een cadeautje van. Ze is, ja, ze gunt het je gewoon. Echt. Dus ik gun jullie alle liefde die ik ook Eva gun. En ja, janislief.be. Dat kan ik ervan zeggen. En ik ga zeker nog meer MUT bestellen. Maar dan moet ik eerst weer sparen. Want het is nu een beetje echt wel helemaal op. De bank is op het moment niet blij met mij. Wiebe ook niet. Maar dat geeft niet. Hij hoeft niet te weten. Hè, toch? Fijne dag verder.